In deze video een klassiekertje voor op de barbecue. De beer can chicken. Wie kent hem niet? Hoi, ik ben Thomas van het Barbecue Experience Center en vandaag een klassiekertje voor op de barbecue, namelijk beer can chicken. En daarvoor gebruiken we deze supermooie Tolse hoen. Beer can chicken, natuurlijk een hele klassieke bereiding. Traditioneel werd die gemaakt door een blikje bier in de kip te steken. En dat bier dat zorgde ervoor dat er stoomvorming kwam aan de binnenkant van de kip, waardoor die nog sappiger werd. Wij gaan het blikje bier vervangen voor de chicken sitter. Dit zorgt voor net even wat meer stabiliteit en heb je minder kans dat je kip gaat omvallen. Deze chicken sitter gaan we zo meteen vullen met een klein beetje bier en wat rub. En die rub gaan we uiteraard ook aan de buitenkant van de kip gebruiken. En dan heb je straks een heel mooi en egaal gegaard kippetje met superveel smaak. Maar de kip is door de poelier al helemaal pan klaargemaakt. Ingewanden zijn eruit, alle losse flubbertjes zijn er afgesneden. En dan gaan we hem nu lekker op smaak brengen. En dat doe ik zowel aan de buitenkant als zeg maar onder het huidje, zodat ook het vlees lekker op smaak is. Daardoor ga ik eigenlijk voorzichtig met mijn vinger tussen het filetje en de huid. Deze kun je vervolgens, zou je bijvoorbeeld ook kunnen vullen met lekker boter, waardoor het hier nog sappiger blijft. Maar omdat we vandaag de beer can chicken gaan maken, is het wat lastiger om met boter te werken. Maar we kunnen hier bijvoorbeeld wel wat rub aan toevoegen. En hierdoor is zeg maar ook het borstvlees lekker op smaak en niet alleen de huid. Nou, ik heb, zoals je ziet, een mooie incisie gemaakt. Om de kip lekker op smaak te brengen, ga ik vandaag gebruik maken van de braairub nummer 2. En die breng ik vrij royaal, breng je die aan de buitenkant. Lekker invrijven. Achterkant uiteraard, niet vergeten. Die rub eventjes goed uitsmeren, zodat die overal gelijkmatig verdeeld is. En ook de binnenkant van de kip gaan we lekker wat rub aanbrengen. En de braairub nummer 2 is gewoon een echte lekkere all-purpose barbecue rub. Die op heel veel dingen toepasbaar is. En ook zeker lekker op kip. De kip is mooi op smaak gebracht met de braairub. Tijd om de chicken sitter te vullen met bier. Ik gebruik een Hertog Janneke. Je kan in principe ieder bier gebruiken wat je zelf lekker vindt. Wat ook erg goed werkt met beer can chicken is bijvoorbeeld Radler. Het is natuurlijk wat frisser, wat zuurder. Klein beetje citrustonen erin. Werkt ook zeker goed. Wit bier kan ook echt heel mooi. Ik heb het breedste gedeelte van de chicken sitter gevuld. Dan gaat er nog een klein beetje rub bij. Altijd even voorzichtig swirlen, want hij gaat meteen schuimen. En de rest van het bier is natuurlijk zonder om weg te gooien, dus... Ik ga nu de kip op de chicken sitter zetten. Hij is gevuld. 1, 2. Voorzichtig eroverheen schuiven. De pootjes die zetten we mooi naar voren, dan blijft hij goed staan. Heeft hij wat meer stevigheid. En dan gaan we nu wat rookhout toevoegen aan de barbecue en de opstelling erin zetten. Ik heb mijn bastard al aangestoken, staat op 150 graden. Ik gebruik een volledige indirecte opstelling. Ik ga er eerst even wat rookhout aan toevoegen. Ik gebruik hiervoor hickory snippers, een flinke hand. Je hebt namelijk voor een kipbereiding niet superveel hout nodig. Als je een chunk zou gebruiken, zou het net iets te heftig worden. Dus ik ga deze snippers toevoegen aan de hete kolen. Er gaat er nog een hitteschild op, een RVS rooster en onderop een aluminium lekbak. Dan gaat zo meteen de kip op de barbecue en dan gaan we hem garen tot een kern van 73 graden. Het zal ongeveer een uurtje duren, 150 graden. En dan gaan we hem zo meteen op het dikste gedeelte gaan we meten. En dat is hier bij het dijtje. En uiteraard de borst, die zal een wat lagere temperatuur hebben, maar dat is niet erg. Want die droogt namelijk ook het snelste uit. En als die een kern heeft van begin 70, dan zit je eigenlijk al goed. We zijn een dik uur verder. De kip is mooi op kern. En ik moet zeggen, de kleur ziet er ook super lekker uit. Uiteraard is het belangrijk de kip nog eventjes een minuutje of 10 te laten rusten. En daarna gaan we hem aansnijden. Zo, de kip die heeft lekker kunnen rusten. Dus ik haal hem voorzichtig van de chicken sitter af. En hoor eens hoe krokant dat huidje geworden is. Lekker hoor. Ik ga nu ook gelijk even demonstreren hoe je nou het makkelijkste zo'n kipje vervolgens uit elkaar kan snijden. Dus we beginnen met het eraf halen van de bouten. Dus ik snij eigenlijk door zijn liesje, snij ik hem in. En dan kan ik hem hier heel makkelijk, oh kijk eens hoe juicy. Kan ik hem heel makkelijk van zijn karkas afsnijden.
Kijk eens. Dan kun je nog zeggen, ik heb hier het dijtje en de drumstick. Ik snij hem hier nog een keer door. Dan heb je het drumstickje en het dijtje met been. Andere kant hetzelfde. Dan de vleugeltjes, eigenlijk hetzelfde. Die buig je een klein beetje terug. En dan kun je hem heel gemakkelijk... Ah, is warm. Je ruikt ook echt dat bier. Super lekker. En vleugeltje nummer 2. En dan snijden we hier over het midden de borst los. En dan gaan we over het karkas filetje. En de laatste ook weer langs de andere kant van het borstbeen. En dan hebben we borstje nummer 2. Zo heb ik de kip volledig opgedeeld in technische delen. Vleugeltjes, drumsticks, dijtjes en de filets. En dan heb ik hier nog een paar kleine haasjes van de rug. Tijd om te proeven. Op deze manier haal je eigenlijk de meeste rendement uit je kip. En kun je uiteraard het karkas nog volledig afkluiven. Kijk, super... sappig filetje, dat is eigenlijk het belangrijkste, want dit gedeelte is hetgeen wat het snelste uitdroogt. Die ruikt ook echt dat bier, super lekker. De Beer Can Chicken, een echt geslaagd recept. Super sappig, super smaakvol en net door even wat anders dan wanneer je hem gaat vlinderen en gaat grillen. En dan heb je toch wat meer kans dat hij uitdroogt vanwege de directe hitte. Nu is die volledig indirect, is het puur alleen de convectiewarmte van je ei en natuurlijk de stoom aan de binnenkant die ervoor zorgt dat hij minder snel uitdroogt. Ook hè, de combinatie van de aroma's die vrijkomen uit het bier die in het vlees trekken zijn super in combinatie met kip. Je kan hier qua kruiding alle kanten mee op, je kan verschillende soorten bieren gebruiken en uiteindelijk kun je de kip, hè, je kan hem als avondmaaltijd gebruiken, lekker kluiven, aardappeltjes erbij, een klein saladetje, maar je kan hem ook op een broodje doen, je kan hem koud serveren, je kan er een salade van maken, noem het maar op. De toepassing is eindeloos en zo hoef je ook eigenlijk niks weg te gooien. Ook de karkas kun je vervolgens weer gebruiken om een lekkere bouillon van te trekken. Allemaal mogelijk en zo kun je het hele beestje gebruiken zonder iets weg te gooien. Ik zeg aan radertje voor thuis. Wil je deze Beer Can Chicken nu zelf thuis ook een keer maken? Check dan de link in de beschrijving. Daar vind je het complete uitgeschreven recept en uiteraard alle accessoires die ik vandaag gebruikt heb. Zoals de chicken sitter en het rookhout. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zet dan ook het belletje aan en dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En wil je meer video's zien? Klik dan hier.